Ja, ach, nou, 10 jaar geleden ontmoette ik mijn meisje. En nou, we waren uitgegaan. Ze ging voor het eerst mee naar de huis. Bleef ik bij de slapen en de kamer was naast die van mijn schoonouders. Dus ja, we gaan seks hebben en we waren natuurlijk helemaal dronken. Dus ik zeg, sla me, trut, sla me. Zij me slaan. Ik zeg, harder, harder. Ik zeg, wie is mijn slet? En zij zegt, ja, ik. En nou, het ging helemaal los. Maar ja, niet wetende dat er een gipsbandje tussen de muur van de ouders zat. Dus die hebben alles gehoord. En, toen, en ik had ze nog nooit gezien. Dus ochtends bij het ontbijt, Benedictus loopt naar beneden en gaat daar gewoon aan tafel zitten. En ik zie ze al een beetje raar kijken. Nou, ik denk, joh, het zal wel. Hè? Ik was het een beetje vergeten en ik ben naar huis gegaan. Nou, ik heb het gehoord. Ja.